Wij staan in het mooie Oosterwijk, op de grens eigenlijk tussen het bebouwde deel van Oosterwijk en de lommerrijke kant van dit mooie Brabantse dorp. Dit huis dat belichaamt waar wij in onze architectuur voor staan. De vormgeving is niet heel bepalend. Het is vooral genieten van de plek, genieten van de seizoenen, waardoor architectuur ook minder modieus is of minder vergankelijk is. Het cozy gevoel is eigenlijk gemaakt door een plattegrond eigenlijk te ontwerpen met de verhouding van een stadsbus. Het is lang, lineair. Het is heel smal en heel lang. En alle vertrekken in die plattegrond zijn als een soort kralensnoer geordend. Dat betonnen plateau waar het huis op staat, dat heeft een functionele reden en een poëtische reden. De functionele reden is dat de bewoners eigenlijk iets verheven staan of iets hoger staan dan de aanliggende straat. En de poëtische reden is dat het huis eigenlijk als een soort als op naald hakken te gast is in het landschap. Er is voor aluminium gekozen omdat dat in zekere zin gedistingueerd is of stijlvol. En in aluminium heb je de keuze om aan heel veel materiaalknoppen te draaien. Moet het goudachtig, moet het zilverachtig, moet het matte lak zijn. En de kwaliteit van aluminiumpuien is dat een architect onbegrensde mogelijkheden heeft om die fijngevoeligheid in je keuzes tot stand te brengen.